Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag een hele speciale vlog. Want vandaag gaan we een antwoord krijgen op die vraag die we allemaal natuurlijk in de fitness community of strongman community hebben. En dat is, hoeveel kilo kwark kan iemand eten? Vandaag hebben wij voor jou het Nederlands kampioenschap kwark eten. Hier zo bij de Iron Office in Eemdijk. Maar we gaan nu eerst even kijken naar de deelnemers van vandaag en wie onze scheidsrechter is. Adrien van der Steen, 34 jaar, van Roosportage en ik ben bolleboer. Kevin Hazeleger, 29 jaar, Bunschoten Spakenburg en ik ben lasser. Mega Sjoerd, 31 jaar, kom uit Leiden en ik werk in een drukkerij. Jordi van der Broek, 29 jaar, uit Soest en ben webdeveloper. Frank de Keen Verberkt, uit Erp, 28 jaar en ik ben tekenaar. Christel Veenstra, 32 jaar. Ik woon in Utrecht en ik ben projectcoördinator. Mijn naam is Ben, ik woon in Leiden en ik ben 21 jaar oud en ik ben student en influencer. Guus Palmer, 24, uit Zuidschewoude en ik ben masterstudent wiskunde. Tom Wiggers, 19, ik kom uit Weijen en ik werk in een PostNL sorteercentrum. Jeffrey Bos, 30 jaar, kom uit Vlaardingen en ik ben servicemonteur in de graanmachines. Natuurlijk heb ik de eer om te organiseren en mee te doen natuurlijk tegelijk, dus dat is super vet. Ik wil gewoon winnen, ik heb niks zo'n eind gereden. Ik doe hier mee, omdat iedereen altijd zegt dat ik echt heel erg veel eet. Als ik die mensen hier zo zie, verwacht ik niet dat ik win. Maar niet laatste worden, dat zou wel nice zijn. Ik ga natuurlijk voor het podium, voor de winst helemaal mooi zijn. Eet al 15 jaar lang elke dag kwark, dat moet helemaal goed komen. Nou, ik kom hier vandaag niet om te winnen, ik kom hier eigenlijk puur voor de gezelligheid. Ik ben team gezelligheid vandaag. Ik denk niet dat ik echt een kans maak tegen al deze gasten van 130 kilo plus. Ik kom gewoon om te kijken, ga ik die 10 minuten volmaken? Dan zie je wel aan het einde wel. Ik ga vandaag grote jongens laten zien dat je als kleinere jongen ook goed kan eten. Als er één iemand is waar ik vandaag van wil winnen, is natuurlijk wel Guus Palmer, want Guus kan geen kwark eten. Ik kom hier vandaag natuurlijk om te winnen. Twee grapjes, ze zeiden net al dat ze mij gingen verslaan. Dat gaat niet gebeuren. Al zou ik achtste worden als Guus mijn negende wordt. Ik ben dit jaar de enige vrouw die meedoet. Ik ga mijn eigen wedstrijd draaien. Dan hoop ik dat er volgend jaar meer vrouwen mee zijn. Ik hoop de inspiratie te zijn voor vele vrouwen. Ik ben Jolouke Hop, scheidsrechter van het Nederlands kampioenschap kwark eten. Knoeien is natuurlijk uit den boze, dus knoeien, dan krijgt de deelnemer die knoeit een penalty van 100 gram. De gemiddelde strongman die eet zo'n 250 gram proteïne per dag. Maar vandaag gaan de deelnemers 5 kilogram kwark wegeten. Dat is ongeveer 450 gram proteïne. En dat gaan ze dus wegwerken binnen 10 minuten. Dus we gaan kijken wie het gaat winnen. Een historisch moment, het NK kwark eten. 9 man, 1 vrouw. Gaan nu starten met 5 kilogram kwark. Yes, let's go! Het is ook een speciale liefde tussen strongman en kwark dit, hè? Daarom knuppelen ze de pot ook altijd. Guus heeft vandaag zijn eigen lepel meegenomen. En kijk die snelheid ook die erbij komt. Ongelooflijk. Ligt het nou aan de lepel of ligt het aan Guus? Wie zal het weten? Ik heb echt deugd om niks uit de bak gehad. Nou ja. En de eerste minuut is voorbij. Let's go! Er is nog tijd genoeg, mensen. Happen! De intimidatie is begonnen. Dan kun je niet over ons weten, dan ben je echt dicht. Wie wordt het Nederlands kampioen kwark eten? De eerste editie. Historisch moment, mensen. Kom op. Guus heeft hem bijna op. Hoe belangrijk vind je dit? Hier hebben we jullie jaren voor getraind. Elke avond kwark eten. Elke avond kwark eten. Wie gaat de titel claimen? De zweetparels druppelen van de voorhoofden. Dus doorzetten. De hapen beginnen steeds langzamer te worden, jongens. Ik kan het. Ja, we staan nog niks uit, hè? Maar mij ook niet. Oh, jongens, 7 minuten. Ik heb even het gevoel dat ik moet boeren, maar ik durf gewoon niet te doen. Sowieso. Gewoon doen, de emmer staat daar, hè? Ja, maar ik zie dat hem sowieso gaan verslaan. Jongens, en kotsen, spugen is een disqualificatie, hè? Komt mij ook. Nee, hoort bij intimidatie, je hoort goed gespeeld. We'll be right back.
tijd hebben we nog? Scheids? Nou, we zitten al bijna op 5 minuten. Wauw. Als je nou nog niet halverwege bent, moet je terug gaan doorheten. Komt de boertje eruit? Nee, ik dacht dat boertje niet te laat meer. Gaat fout. Ik kon de boer laten. Even zoekje naar. Oké, okay, je gaat weer in de versnelling. Heel goed, heel goed. Gaat deze min 105 deze buffels verslaan? Dat is ongelooflijk. Kom maar, mega! Kom goed, jongen! Mega! Jullie hebben smellingsvals, staat op tafel. Ja, hij heeft een kaart. Wie dat nou doet, zeg een baas. Wie pak ik nog 2 minuten op de klok? Tijd begint te dringen. Kom op, happen. Heb je de emmer nodig? Alles voor het trofee. Nee, ik ben niet misselijk, het is gewoon helemaal vol. Ja, ik doe het al. Ik doe het al. 40 seconden. Elke hap telt, jongens, kom op. Hap! Alles is mental. Mental game. 30 seconden. Hap, kom op. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepels neer. Jammer dat het geen 20 minuten was. Hoe voel je je, Ken? Kut. Zijn er mensen die... Guus, die ziet het leven niet meer zitten. Wilmans, gaan we echt moeite binnen houden om het binnen te houden. Ja man, zo. Het kan alleen al een beetje speeksel doorsteken, vond ik al... Je hebt ook een heel mooi kwakje op je wang hier zitten. Ik krijg ook van het warme speeksel, maar hij is helemaal warm. Goed dan. Niks aan ruiken. Voor de damesklasse hebben we 1 deelnemster. Ze heeft ruim 1,5 kilo kwark opgegeten. En is daarmee Nederlands kampioen dames kwark eten. Ik wil deze opdragen aan alle strong women die er vandaag helaas niet bij kon zijn, maar die er volgend jaar allemaal staan. Het is een historisch moment, want het is natuurlijk het eerste Nederlands kampioenschap kwark eten. De top 3 lag heel dicht bij elkaar. Op nummer 3, Guus, die 2900 gram kwark heeft gegeten. En daarmee een derde plek heeft bemachtigd. Op de tweede plek met een goede 3 kilo kwark. Kevin Haalsleven. En de nummer 1 met meer dan 3100 gram kwark achter ze kiezen. Mega Sjoerd! Ja! Dat is ontroerend. Ik ben er hard voor getraind. Iedereen bedanken dat jullie benen gehouden over mij om mij te laten winnen. Dankjewel. Dat was hem dan. De Nederlands kampioenschap en kwaakketen zitten erop. We hebben een dameskampioen en een herenkampioen. En natuurlijk wil ik iedereen bedanken die natuurlijk heeft meegedaan aan het geweldige spektakel. Laat vooral weten in de comments. Moet er volgend jaar weer een editie komen? Zou jij mee willen doen? Kun je misschien wel meer eten dan Mega Sjoerd hier zo. Laat het weten. Vergeet niet te liken, te subscriben. En dankjewel weer. Tot de volgende keer.